eerste elite rijders die we in Nederland hebben gehad en die we veel progressie heeft gemaakt. De man vanuit Milan, Verli BMX, Dave van den Burg. De wereldkampioen bij de klasse cruisers 25 tot met 29 jaar, Rick van den Dingenberg. De Europese kampioen eveneens van de cruisers 17 tot en met de 24, Mike Aarts. De jonkie, de junior, liefst een vierde fulatie tijdens de EK nummer 12, Tom Mandenmakers. Wij gaan kijken hoor met de man met misschien wel de grootste prijzenkast. Het grootste talent dat we ooit hebben gehad, Arno Canus. De Leon Goor met de Joye van der Boom. Jeffrey van der Biezen namens het dreamteam. En de laatste genoemde Andersoja, Luke Corilute, Mark Verstegen. De laatste finale, 17 jaar en ouder. De man vanuit de lijn nummer 3, de man vanuit SCC Nederland, heel Verli BMX, monsieur Dave van den Burg. Van den Burg, plaats nummer 1. De tweede plaats gaat naar de Europees kampioen in de cruiserklasse, 17 tot en met 24 jaar, 15 jaar. De derde plaats gaat naar de wereldkampioen van de klasse, 25 plus. Dit is op dit moment het podium. Weet Carlos nog naar voren te komen, maar hij is losse. FC Zeeland, de snelste riemen vandaag, monsieur Dave van den Burg.